alle zorg viel weg. We kwamen terecht bij de gemeente. Zijn behandelaar, waar hij vertrouwd mee was, waar hij het goed mee deed, mocht niet meer komen. De uren, begeleidingsuren, werden gewoon teruggeschroefd. Bij de ene instantie hadden ze onvoldoende verstand van autisme. De andere instantie had onvoldoende kennis van psychiatrische klachten. En wat deed dat met Justin? Justin heeft het geloof verloren in de hulpverlening. Omdat ze namelijk veel zeiden, maar niks deden. Ze hebben hem echt in de steek gelaten. Ze hebben ons in de steek gelaten. Want u zag hem ondertussen afglijden. Ja, ik heb meerdere brandbrieven gestuurd naar de psychiater, naar de mentor. Ik heb echt gezegd van jullie moeten nu wat doen. Doen jullie niks, dan doet Justin zichzelf wat aan. Had het voorkomen kunnen worden als de zorg beter was geweest, denkt u? Absoluut. Dus u verwijt eigenlijk het tekortschieten van de zorginstanties de dood van uw zoon? Klopt. Je wordt 18 en je wordt volledig losgelaten. Ja, en dat is Justin fataal geworden. Ja.